Welkom, beste kijkers, op deze zondag de 13e februari. Wij hebben vandaag als gast een heel bijzonder mens die al bijna een halve eeuw in het publieke leven staat, zoals dat heet. Hij is begonnen als Benjamin in het kabinet Den Uyl en hij is nog steeds politiek actief. Hij is nu de politieke leider van 50PLUS. En dat is natuurlijk Martin van Rooyen. Martin, welkom. Dank. Je bent nu net geïntroduceerd als de Benjamin in het kabinet Den Uyl. 50 jaar geleden, van 73 tot 77 ben je dat geweest. En ik heb inmiddels begrepen dat je nog altijd de jongste staatssecretaris, de jongste kabinetslid bent sinds die tijd. Ja, ook de jongste minister. Er is nu een staatssecretaris, Maarten van Ooyen. En die is 3 maanden ouder dan ik. Ja, die mist ook een letter. Dus wat dat betreft is dat ook niet zo'n, niet zo'n verbazing. Nee, precies. Maar we gaan het natuurlijk uitvoerig over die laatste halve eeuw gaan we het hebben. Maar we beginnen eigenlijk altijd met de jeugd. De vraag, hoe is het allemaal gekomen en waar kom je vandaan? Ik heb begrepen dat jij geboren bent in Drunen. Ja. Leg even uit, waar ligt dat? Tussen Den Bosch en Waalwijk in de Langstraat. Drunen is ook vooral bekend vanwege de Drunense duinen. Ja. Maar toch ook wel van de scheepsschroevenfabriek Lips, die de grootste scheepsschroeven ter wereld bouwde. Maar als ik Langstraat hoor of lees, dan denk ik altijd leer, schoenen. Ja, dat klopt. Waalwijk met name, ja. Kaatsheuvel en Drunen hadden schoenfabrieken. Ja, dat was enorm. Ja, dat is eigenlijk, van haar is er nog wel van overgebleven. Maar dat is wel verdwenen. Uit wat voor gezin kwam je? Gezin, mijn vader, moeder en 5 kinderen. Ik was de oudste. 2 jongens en 3 meisjes. Mijn vader was onderwijzer in Drunen, later leraar Frans aan de MULO. En we hebben in Drunen tot 1950 gewoond, dus zeg maar 8 jaar. Ik heb daar nog de 3e klas tot kerst meegemaakt. En toen zijn we naar een flat 4-5 hoog in Rotterdam gegaan. Dat was een hele grote overgang. Oh, je bent dus eigenlijk getogen in Rotterdam? Ja, vanaf 50 in Rotterdam, Spangense Kade, bij Spangen, vlakbij Sparta. Ging ik elke 2 weken heen, 35 cent de jongenstribune. En daar hebben we 15 jaar gewoond, tot 65. En daar heb ik de middelbare school ook gedaan. Okay. En in Rotterdam gestudeerd de Belastingacademie en de, wat dan heet, de oude Nederlandse Economische Hogeschool. Okay. De voorloper van de Erasmus Universiteit. Oké. Dus je bent eigenlijk, ben je toen direct fiscalist geworden? Ja, ik heb de Belastingacademie gedaan. Dat was eigenlijk de opleiding van financiën voor belastinginspecteurs. Dus later naar de universiteit in Leiden gegaan. En ik ben dus in 65 begonnen op de inspectie in Gorinchem. En na 2 jaar ben ik naar het ministerie van Financiën gegaan. De afdeling internationale zaken. Mm-hmm. En vandaar ben ik na een tijdje, ondanks dat ik er eigenlijk niet op zat te wachten, gevraagd door Shell om daar belastingadviseur te worden. Oké. Je komt dus uit een warm Brabants gezin, mogelijk? Ja, ja, mijn moeder echt uit een Brabantse boerenfamilie. Ja, okay. Mijn grootvader trouwde ook pas toen hij 40 was. Hij wilde eerst zorgen dat hij voor een gezin kon zorgen. Okay. Met een groot gezin, zoals dat vroeger wel gebeurde. En ik ben toen we in Rotterdam zijn gaan wonen, ben ik er heel vaak terug gegaan. Een soort nostalgie. Mm-hmm. Ik kon die boerderij met kerst en Pasen ook in de zomer eigenlijk niet loslaten. Dan ging ik met de knechten 's ochtends om 6 uur al naar het land. Maar om 4 uur ging ik terug op de fiets, want ik wilde Jan Cottard, het radioverslag van de Tour de France, uiteraard, horen. Uiteraard. Daar komen ze aan. Kijk, hij heeft gewonnen. Zo ging dat ongeveer. Ja, precies, anders, anders was onze zomer niet compleet. Dat, zo is dat. Dat zeker. Warm gezin. Heb je zelf niet tot 40 jaar gewacht met het stichten van een gezin? Nee. Ik was, we zijn in 70 getrouwd, dus ik was toen 28. Oké. Ja. Goed. En zijn daar nog gevolgen van? Ja, 3 kinderen. Oudste is een zoon, dan een dochter en weer een zoon. En die zijn gelukkig in goede gezondheid. 2 zijn er getrouwd. We hebben dus ook 7 kleinkinderen. Ja. Eerst 5 jongens bij zowel de dochter als de zoon.
Maar nummer 4 bij de dochter en nummer 3 bij de zoon waren meisjes, zijn meisjes. Oké. Nou, fijn. Dat is een groot plezier. Kan ik me voorstellen. En je woont al heel lang in Oegstgeest? Oh, hè? Heel lang. Vanaf 71. Ja. 71. Met een onderbreking 3 jaar. Want ik ben nog financieel directeur bij de NAM geweest in Assen. Toen hebben we dus 3 jaar in Groningen gewoond. Maar je kan dat niet eens een late roeping noemen dat je naar Oegstgeest bent gekomen. Want je bent het ook. Ik ben daarna weer teruggegaan naar Oegstgeest. Okay. Uit Groningen. Precies. Ja, we hebben overal gekeken, maar zijn naar Oegstgeest teruggegaan. Maar dan werk je bij de Shell. En je wordt dan opeens, out of the blue, zoals dat in goed Nederlands heet, word je staatssecretaris. Ja, hoe ben je dat geworden? Ja, dat is een heel raar verhaal. Van der Stee was staatssecretaris. Die moest naar landbouw, omdat de minister van Landbouw overleed. Ja. En toen hebben ze een staatssecretaris van Financiën gezocht. Die moest van de KVP zijn en verstand van belastingen hebben. Die konden ze niet vinden. Okay. Dat heeft bijna 2 maanden geduurd. 2 maanden. Tegenwoordig gaat het allemaal naar voek en naar zucht. Ja. Of je er verstand van hebt en zo, doet er ook niet toe. Maar uiteindelijk werd ik gebeld door Andriessen, fractievoorzitter. Ja. En vervolgens door mijn secretaresse, door Duisenberg. Of ik belangstelling had, vroeg Andriessen. En heb gezegd ja. En toen belde Duisenberg of ik langs wilde komen. Dus je kennis maken met Duisenberg? Ja, kennis maken. Nee, hij koos uit 5 kandidaten. Hij zei, okay. Ik wil 5 mensen zien van de KVP. Okay. En hij heeft mij gekozen die dinsdag uit 5 kandidaten. Okay. Maar zei erbij, Martin, s'avonds belde hij, je moet morgen wel naar Joop, de ja. minister-president. En die dus heeft mij moest... 2 uur doorgezaagd. Ja, 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 tegenwoordig word je gebeld en benen, je bent geen Precies. lid en je bent er binnen een minuut. Ja. Maar Joop die wilde echt weten wat voor vlees hij in de kuip had. Joop was fantastisch. Den Uyl, we kennen hem natuurlijk ook, we kennen hem ook van deze foto, neem ik aan, ook nog wel. Oh, dit ben jij zelf? Ja. Ja, duidelijk nog de Benjamin inderdaad. Met die bakkenbaarden. Dat is heel duidelijk, ja, precies. Maar Joop den Uyl, daar is die. Die zien we hier, ja. Daar is die. Een ja. mooie foto van hem. Ja, een mooie foto. Ja, precies. Ja, prachtige foto. Eigenlijk een van de meest beroemde kabinetten die er in de Nederlandse geschiedenis ja. is geweest. Hè? Ja. Zo ja. mogen we dat in ieder geval wel zeggen. Vooral ook omdat er geen tweede van is gekomen. Ja, dat heb ik natuurlijk ook nog meegemaakt. Maar ja. even het kabinet zelf was natuurlijk bijzonder. Het was extra parlementair. Ja. Het was een 5-partijen-kabinet. Dat is ja. allemaal vrij uniek. En er was geen regeerakkoord. Ook nee. dat is heel bijzonder. En ik denk dat de oliecrisis die uitbrak vlak daarna, hè, na een paar maanden al, een half jaar, dat een geweldige verbinding gaf tussen politici in dat kabinet die toch grote tegenpolen waren. Ja. Hè, Partij van de Arbeid links, aan de andere kant KVP had ze 2 grote ja. matadoren. En dat heeft enorm verbonden en de persoonlijke verhoudingen werden eigenlijk daardoor steeds beter. Okay. En tegen alle verwachtingen heeft het kabinet praktisch 4 jaar gezeten. Ja, ook tussen deze 2, want we hebben nu een volgend beroemd lid van dat kabinet. Dat is natuurlijk Dries van Acht. Ja, ja. Die 2. Zat daar niet altijd spanning tussen? Daar zat wel spanning tussen. Ik denk dat Den Uyl iets meer ruimte had moeten geven aan Dries. Of je kunt ook misschien zeggen iets meer respect. En dan waren die verhoudingen nog beter geweest. Maar die waren wel goed, want ze hebben natuurlijk veel grote zaken. De Molukkers, de treinkaping, de Lockheed-affaire, Prins Bernhard. Al die zaken hebben gespeeld. En die verhoudingen waren eigenlijk toch wel goed. Wat mij bijzonder bijstaat nu nog, we hebben elk jaar begin september een reunie van het oude kabinet Den Uyl. En daar zijn de meeste, verreweg de meeste. Leven daar nog mensen? Ja, een man of 8, allemaal mannen, bij mij weten, ja. Maar Dries zit dat trouw voor. Okay. En ik ben met Dries de enige KVP'er aan de rechterkant. En er zitten 6 mensen, 7, van PvdA, D66 en PPR. Okay. En Dries is er altijd en zit het voor. Okay. Dat zegt wel iets. Ja, nee, dat zegt ze. Bovendien heeft Dries natuurlijk, net als jij, ook een politieke tournure gemaakt, zoals dat heet. Als je kijkt, niet zozeer van partij veranderd, als wel ook voor een deel ook van standpunt en van mening veranderd. Ja, mijn standpunten zijn overigens niet veranderd hoor, nu ik bij 50 plus zit. Okay. Nee. Okay. Het is ook een partij die net als de KVP precies in het midden zit. Okay. Niet links, niet rechts. Van rijk en arm en jong en oud. Okay, prima. Mooie foto ook. Nou, je baas. Want met die prachtige kuif, Wim Duisenbergen. Ja. Ja. Nou gaat er over het kabinet Den Uyl de roep. En dat is door mensen als Wiegel en anderen is dat Sinterklaas, hier zit hij.
is dat eigenlijk alsmaar gevoed, dat dat kabinet waarin jij toch de staatssecretaris van Financiën was, dat dat een verspillend kabinet was. Dat dat gewoon het geld met miljoenen, en dat was toen al heel veel, heeft uitgegeven. Spreek jij nou eens het verlossende woord. Nou. En vergelijk dat nou eens met het kabinet van acht wat daarna kwam en waar Wiegel de vicepremier van was. Ja, nou ik denk dat Wiegel zelf een grote Sinterklaas was. Net zoals Rutte dat nu is. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk, dat VVD'ers Sinterklaas spelen. Wat de feiten zijn rond het kabinet Den Uyl, ik hou me maar aan de feiten. Dat is toen het kabinet Den Uyl vertrok, was het financieringstekort 5,5% van het nationaal inkomen. En toen het kabinet Van Agt Wiegel vertrok in 1981, was dat 11%. Ja. En die hadden nog het geluk dat ze door de oliecrisis van 80, hè, toen de olieprijs van 10 naar 30 dollar ging in een paar weken, het kregen ze nog 4% nationaal product cadeau door de gasbaten. Eigenlijk hebben ze dus 15% uitgegeven. 11 tekort en 4% gasbaten. Als dat geen Sinterklaas is, weet ik het niet. Dus verspillers, dat is onzin? Dat is onzin, absolute onzin. Okay. Er zijn wel besluiten genomen die gevolgen voor later hadden. Dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Mm-hmm. Maar als ik gewoon naar de feiten kijk van die 4 jaar, dan waren ze heel zuinig. We hebben ook nog de 1%-norm van Duisenberg gehad, ja, hè, om de zaak op de rem te zetten. Nou goed, wat je zegt, we hebben eigenlijk toch prima op de financiën kunnen letten. Je hebt dat 4 jaar gedaan. En daarna ben je eigenlijk al vrij snel uit de politiek vertrokken. Nou, niet zo snel. Ik was met Lubbers de enige KVP'er die ooit van kabinet naar de Tweede Kamer ging. Dat was daarvoor nooit gebeurd. Ik heb dus bijna 4 jaar in de Tweede Kamer gezeten. Ja, ja. En alleen omdat ik uiteindelijk voor mijn 40ste besloot om niet nog langer in de politiek te blijven, ben ik uiteindelijk naar Shell teruggegaan. Dat is een verhaal apart, maar Shell had mij al 2 keer eerder gevraagd tijdens de Kamerperiode of ik terug wilde komen. Ik had geen terugkeerregeling, die was er bij Unilever wel, bij Shell niet, gelukkig niet. Want ik had met Shell natuurlijk veel te maken toen ik staatssecretaris was. Maar uiteindelijk toen ik besloot niet in de politiek te blijven, ben ik naar Shell teruggegaan. Je bent eigenlijk op pure kwaliteit weer teruggegaan naar Shell. Daar kwam het eigenlijk op. Ja, overigens ben ik daar niet fiscaal gaan opereren. Okay. Ik heb commerciële functies gedaan, financieel directeur bij de NAM en public affairs voor Shell Nederland met die Zuid-Afrika kwestie. Daar heb ik 3 jaar achter de schermen heel veel moeten doen. Ja. En dan duurt het weer heel lang voordat je weer terugkomt in de politiek. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik wil toch nog even jouw andere activiteiten memoreren. We hebben een alleraardigste foto van jou, buitengewoon recent. Vorige 2 weken geleden, ja. Assistent, wij zeggen natuurlijk nog gewoon grensrechter. Ja. En vroeger zijn we grensjager. Ja, grensjager. Waar ben je dat? Bij welke club? In Bussum, bij een van onze kleinzoons. Okay. Die speelde 2 weken geleden in Bussum tegen, was SDO tegen Bussum, een Bussumse derby. En ze hadden plotseling een grensrechter, die had corona geloof ik, dus die hadden ze niet. Toen hebben ze mij gebeld, via mijn dochter. En ik moet zeggen, dat is best lastig. Het is na de beroemde scène met de bal bij PSV, Ajax, is hij uit of niet? Nou, ik heb het ook meegemaakt. Dan sta je een meter van die spelers af. En of die bal er overheen is, dat is nog redelijk te zien. Maar wie raakt hem het laatst aan? Oh, ja? Dat lijkt zo makkelijk, maar het is heel moeilijk. Maar met het oog van een valk beheers jij dit ook. Ja, je bent natuurlijk eigenlijk al voetballer. En atletiek. Hè? Ik heb ook vroeger atletiek gedaan. Ja. Dus de Leidse Hout begonnen. De Leidse Hout, ja, waar nu nog steeds de gouden spijk wordt verlopen. Maar bij het voetballen was je ook alweer in een aantal verenigingen actief. We hebben een hele mooie foto van jou die we helaas niet kunnen zien. Ik geloof dat er rechten op zitten of zo. Van Unitas. Unitas Leiden, ja. Met een aantal spectaculaire stadgenoten, mogen we zeggen. Dus gevoetbald. Ja, witte shirt met de blauwe streep. Precies, Harmeijer. Ik heb die foto thuis wel. Okay. In een boek. Ja. Oké, okay. Nou, we hebben daarnaast, en dat heb ik hier zelf bij ook het 100-jarig bestaan van de Ajax-Sportman-combinatie. Ja. Ja. Dat is een heel bijzonder verhaal, want jij was op dat moment toen AAC 100 jaar bestond in 1992 en dat groots gevierd heeft,
was jij voorzitter van de KNVB. Betaald voetbal, hè? Betaald voetbal. En ondervoorzitter, vicevoorzitter van de KNVB. Ja, en we hebben toen schaamteloos gebruik van jou kunnen maken. Want je was inmiddels overgestapt naar AC. En we hebben toen gezegd, zou het nou niet zo kunnen zijn dat een van die oudste verenigingen van het land tegen het Nederlands elftal zou kunnen spelen. En dat was in de voorbereiding op de Europese kampioenschappen in Zweden in 92. En jij bent er toen in geslaagd om die wedstrijd inderdaad mogelijk te maken. Rinus Michels die zal misschien een beetje gemopperd hebben van, nou, we willen wel een beetje een goede tegenstander hebben. Maar wij vonden dat prachtig en we hebben toen tribunes kunnen neerzetten. En dat hebben we eigenlijk allemaal aan jou te danken, die wedstrijd. Ik geloof dat er 7000 mensen kwamen. Ja, ongelooflijk. Prachtige luchtfoto van. Schitterend. Ja. Achter de Kempenaarstraat in het oude dorp van de Oesgeest. En we hebben toen een kleine nederlaag geleden. In de dubbele cijfers. En toen zei Michels op het banket na afloop, toen hij ook werd geïnterviewd, want het werd ook uitgezonden door de NOS. Toen zei hij, ja, wij speelden tegen een 100-jarige. En zij speelden ook als een 100-jarige. Maar AC is jou daar nog steeds zeer dankbaar voor. Je volgde het voetballen nog steeds? Ja, en we kregen toen het toernooi in Zweden. Ja. Tijdens dat voorzitterschap nog van mij. En daar waren we bijna Europees kampioen geworden. We wonnen in de pool, zeg maar, ook al van Duitsland. Ze hadden ook met Schotland en Rusland. Sovjet-Unie, moet ik zeggen. Ja. Ik heb nog een faantje gekregen. Dat is dit faantje. Ach. Van de laatste wedstrijd van het elftal van de Sovjet-Unie. Okay. En dat heb ik dus van de aanvoerder van het Russische elftal gekregen. Okay. Via onze aanvoerder. Okay. En dat heb ik altijd bewaard. Ja. En dat schijnt heel uniek te zijn, want het was de laatste wedstrijd. Ja, en volgens mij zijn we toen niet verder gekomen vanwege een gemiste penalty of zo. Nee, er kwamen strafschoppen tegen de Denen. Ja. In de halve finale. En toen in de verlenging, je kon zien dat Nederland zelf vermoeider werd dan de Denen. En Van Basten schoot volgens mij naast. Ja. Ja, en toen was het gebeurd. Toen was het gebeurd. En de Denen wonnen toen van de Duitsers. Ja, maar aan die oefenwedstrijd tegen AC heeft dat in ieder geval niet gelegen. Nee, dat denk ik ook niet gelegen. En dan kom jij na een werkzaam leven bij Shell, kom je, als je gepensioneerd bent, eigenlijk op dat moment weer in de politiek. Ja, dat is eigenlijk toevallig gegaan. Ik was al jaren als voorzitter van een gepensioneerde vereniging met 150.000 leden actief. Mm-hmm. Liep dus veel de Tweede Eerste Kamer rond. En het CDA wilde in 2015 dat ik voor het CDA naar de Eerste Kamer ging. Ruding, Hans Hille, Ab Klink, dus het hele CDA zeiden, jij moet daarheen. En wat er toen gebeurde is dat ik werd gebeld door de voorzitter. En die zei, Martin, je bent te oud, je woont in de verkeerde provincie en we hebben ook wel iemand anders die er ook verstand van heeft. Ik wist al wie dat was, want dat was helemaal voorgesorteerd. Marnix van Rij, heel pikant natuurlijk. Oh. Marnix van Rij werd het. Maar ik liep daar natuurlijk al die tijd rond en Jan Nagel, een paar maanden later, die niet wist dat ik door het CDA te oud gevonden werd, die zei, Martin, ik zie jou steeds hier rondlopen, wil je bij ons komen? Ik zeg, nou, ik ben al 50 jaar lid van het CDA, zie ik niet gebeuren. Maar hij bleef maar volhouden en uiteindelijk dacht ik, ja, als ik voor die gepensioneerden iets wil doen, voor die AOW'ers, dan kan ik toch maar beter misschien in de politiek gaan. En als het CDA het niet wil, dan maar toch met 50+. Jan Nagel, we laten hem even zien. En de vraag is, dat is Henk Krol. Natuurlijk ook een heel bijzonder mens. Ik moet jou natuurlijk ook straks vragen. Henk Krol, waarom is die nu niet meer in de Tweede Kamer? Of ligt hij in onmin met 50+? Nou, ik heb eigenlijk niet zo'n behoefte om oude koeien uit de sloot te halen. Okay. Dus ik kijk vooruit en niet terug. Goed, dan is de vraag natuurlijk, is Jan Nagel ook een oude koe? Nee, Jan heeft natuurlijk wel grote verdiensten gehad voor de Nederlandse politiek. Met name, dat weet je wel, hè, de Partij van de Arbeid vroeger. Een politiek dier in optima forma. En hij heeft ook 50+ natuurlijk een geweldige boost gegeven. Ja, maar toch altijd een beetje met het ongeluk dat er zoveel mensen zoveel ruzie met elkaar hebben gekregen. Maar heeft dat met Jan Nagel zelf te maken, denk ik? Nee, niet zo. En het zijn er ook niet veel. Maar als er een enkeling ruzie maakt, dan komt dat groot in de media. Ja.
Ik loop al een tijdje in die partij mee. Dat is natuurlijk niet waar. Maar dat zijn enkele mensen die meer hun eigen agenda hebben. Maar het kleeft natuurlijk een beetje aan de partij. Ja, maar ik kijk vooruit en we staan in de peiling alweer op 1. We doen in de gemeenteraadsverkiezing volgende maand in 27 steden mee. Bijvoorbeeld alle steden ook in Brabant. En we gaan ook in de Provinciale Statenverkiezingen een jaar later natuurlijk meedoen. Omdat die heel belangrijk zijn voor de nieuwe Eerste Kamer. Ja. Waar het kabinet nu geen meerderheid heeft, maar straks misschien een nog kleinere minderheid heeft. En je vindt het ook niet jammer dat, hoewel jullie toch, al was het dan maar één zetel hebben gehaald in de Tweede Kamer, dat je nu niet meer vertegenwoordigd bent in de Tweede Kamer? Ja, natuurlijk is dat jammer. Alleen ik merk nu dat, of je nou in de Eerste of Tweede Kamer zit, niet eens zoveel verschil maakt. Mm-hmm. We zaten met 4 Kamerleden in de Tweede Kamer met dat motorblok van 77. Had de hele oppositie niks in te brengen, wij ook niet. Mm-hmm. Maar in de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En in de afgelopen 4 jaar en ook in de komende jaren zullen ze ook mij blijven bellen bij cruciale momenten, omdat wij dan wel eens de beslissende stem hebben. Want met 6 stemmen, kijk naar de SGP 50+ en bijvoorbeeld de groep Otten met z'n 6, dat noem ik het kleine rechtse motorblokje, kunnen wij het verschil maken. Ja. Als men niet over links met GroenLinks en PvdA wil, en ook niet met andere partijen ter rechterzijde, dan komen ze bij ons, zoals bij de stikstof ook 2 keer gebeurd is. En we krijgen nu dadelijk het grote gevecht over de ontkoppeling van de AOW, waar 50+ mordicus tegen is. De hele oppositie in de Tweede Kamer is er tegen. Maar mocht het toch door de Tweede Kamer komen, als het kabinet het niet intrekt, wat ik zou adviseren, dan nemen wij het voortouw in de Eerste Kamer om het daar, zoals ik dat al een paar keer heb gezegd, af te schieten. Ja, want ze hebben geen meerderheid. Daar komen we zo op. Eigenlijk zeg je, die zetels in de Eerste Kamer zijn eigenlijk nog belangrijker dan eventuele zetels die absoluut we in de Tweede Kamer absoluut zouden hebben. Absoluut. Ja. Okay, omdat dat motorblok van 77, dat zie je ook nu, Pieter Omtzigt merkt dat natuurlijk ook en de oppositie. Dat motorblok van 77 zit heel hecht in elkaar, want anders is het kabinet weg. Ja. Dus de rest heeft daar niks in te brengen. Nee. Rutte doet wel alsof, maar in de Eerste Kamer, overmorgen heb ik een debat, algemene politieke beschouwingen met Rutte over het regeerakkoord. En daar moet hij heel anders praten met de oppositie, want anders wordt hij gewoon weggeblazen. Over dinsdag aanstaande komen we zo meteen nog even te spreken. Eigenlijk zeg je, wij hebben toch een belangrijk deel van de sleutel van de kabinetsplannen hebben wij in handen. Ja. En misschien is het goed als we toch nog even aangeven, daar hebben we een filmpje over, wat jij zelf vindt dat van belang is, met name voor de oudere Nederlander. Ja. Vandaag hebben we de financiële beschouwingen met minister Hoekstra. En wij zullen als 50+-fractie in de Eerste Kamer zorgen dat er een verhoging van de AOW-uitkering komt in 2022 in de vorm van een duurtetoeslag bovenop de AOW als een extra verhoging voor de AOW-uitkering. En dat willen we doen omdat de koopkracht van de pensioenen en ook de koopkracht van de ouderen in het algemeen door de gierende inflatie natuurlijk een hele harde klap krijgt. En die koopkrachtdaling willen we gedeeltelijk compenseren door die duurtetoeslag, een extra verhoging van €200 op de AOW. Daarnaast willen we nog steeds proberen voor 2022 de pensioenen te verhogen, te indexeren. En daarvoor zijn allerlei mogelijkheden, met name ook dat ons initiatief over de rekenrente, wat door de SP gelukkig is overgenomen, 2% rekenrente, dat door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer wordt gesteund. Ten slotte zullen wij in het debat ook aandacht vragen voor de eigen woning. De eigen woning is om in te wonen, is geen vrij beschikbaar vermogen. En wij zijn dus ten principale tegen het overhevelen van de eigen woning naar box 3. Nog sterker, wij willen dat de eigen woning helemaal uit de inkomstenbelasting verdwijnt. Dus ook uit box 1 gaat. Daar moet je wel een overgangstermijn voor nemen. Want wij willen voorkomen dat mensen die een hypotheek hebben afgelost, de ouderen, met een hoge waarde van de woning, zwaar belast gaan worden. Hetzij in box 3, hetzij in box 1. We halen hem er helemaal uit. Het huis is om in te wonen. En daar zullen we ons sterk voor blijven maken. Ja, dit is een
ja, een filmpje waarin je, nou ja, dat krijg je van Sleutelstad toch maar aangeboden, zou ik zeggen. Waarin je gewoon in algemene politieke zin praat. Je bent bij heel veel mensen, denk ik, ook nog bekend, omdat je een van de weinige Nederlanders in de politiek bent die ooit een keer hebt geprobeerd om te filibusteren. Ja. Leg even uit wat dat is. Ja, filibus, dat is dat je gewoon bij een behandeling van een wetsvoorstel in het parlement, komt uit Amerikaanse traditie, gewoon uren, desnoods dag en nacht doorpraten als je vindt dat iets niet mag worden aangenomen. Ja. En ik was op een gegeven moment zo boos over de afschaffing van de wet Hille, waardoor mensen die nooit hypotheek hadden gehad, in één keer wel een huurwaardebijtelling kregen. Stond niet in de verkiezingsprogramma, stond nergens. En er kwam in één keer overnight. Ben ik zo boos geworden dat ik voor 15 uur inschreef. Ja. En daar is deze foto van overgebleven. Dat ik daar sta met ook die bril op die ik van iemand uit Brabant kreeg. Achteraf blijkt dat hij zei, die man moet, als hij zo lang praat, moet hij een bril hebben, waardoor hij minder vermoeid wordt. En die worden ook gebruikt voor sporters die bijvoorbeeld naar Australië vliegen. Okay. Die hebben dan 's nachts die bril op. Hoeveel uur heb je het volgehouden? Niet zo lang. Van 8:30 tot 1:15, geloof ik. De voorzitter, Ariep, die alsmaar bleef zitten, die zei, god meneer Verhooyen, hoe lang heeft u al nodig? Dacht ik, nou, ik kan de hele nacht nog doorgaan. Zo is het wel goed. Maar ik was niet geïnterrumpeerd en noem maar op. En in Amerika mag je, geloof ik, ook het hele telefoonboek voorlezen. Hè? Ja. Maar nu over waar het aanstaande dinsdag over zal gaan. Je hebt goede kansen om in de Eerste Kamer regeringsplannen tegen te gaan. Wat zijn, als het jou betreft, de belangrijkste zaken waarvan je zegt, nou, dat mag absoluut niet doorgaan. Gaat het dan om wetsvoorstellen die bijvoorbeeld het huizenbezit gaan aantasten? Of gaat het bijvoorbeeld toch over de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon? Ja, het gaat zeker over de ontkoppeling van de AOW. In het debat zal ik de minister-president ook vragen om dat voorstel in te trekken. En hem alvast als schot voor de boeg te zeggen, als je dat niet doet en je krijgt het toch door met het motorblok van de Tweede Kamer er doorheen gedouwd, dan komt het hier en dan schieten wij het af. En ik zal ook een motie indienen overmorgen om dat vast te leggen. En ik zal hem dus vragen, want ik neem aan dat die motie wordt aangenomen in de Eerste Kamer. Gaat de hele oppositie breed? De hele oppositie van de Eerste Kamer volgt als regel ook de oppositie van de Tweede Kamer, dat die motie wordt aangenomen. Ja, dan is het spel op de wagen. Die ontkoppeling moet van tafel als het minimumloon wordt verhoogd. Die wet bestaat al 45 jaar bijna. Dat is een recht. Als de minimumloon omhoog gaat, moet ook de AOW omhoog. En als men dan zegt, ja, maar dat is duur. Er zijn veel AOW'ers, dat is waar. Maar de AOW is een volksverzekering en mag niet verworden tot een soort bijstandsuitkering. Ook niet door alleen maar lage inkomens een compensatie te geven. Ja, ja. Mijn schatting is dat er 1 miljoen arme ouderen zijn die dus die 7,5% niet krijgen en niks hebben aan die compensatie van de ouderenkorting, okay, omdat ze geen belasting betalen. Dat zijn dus een miljoen arme AOW'ers die dan 7,5% wordt afgepakt en niet de compensatie krijgen van die ouderenkorting. Ga je het halen? Ik denk het wel, maar we zullen verder natuurlijk ook over de pensioenen praten. En wat nu mij ook en 50PLUS heel hoog zit, dat is dat eventueel plannen zijn, staat niet in het regeerakkoord, om het eigen huis naar box 3 te verhuizen. Een eigen woning is om te wonen, is geen belegging, is geen speculatieobject. En waardestijgingen, daar kun je geen belasting over betalen, want die zitten in de stenen. Dus dat voorstel mag er niet komen. En daar zullen we dus ook heel hard voor vechten. En tenslotte, de pensioenen worden al 15 jaar niet geïndexeerd. De pensioenfondsen zijn schatrijk. Er zit 2000 miljard in de pot. En wij eisen dinsdag ook dat de pensioenen extra worden verhoogd dit jaar. En we hebben overigens een motie van vlak voor kerst. Die is aangenomen door de hele oppositie dat de AOW dit jaar extra wordt verhoogd met 200 euro. Okay. Die motie is al aangenomen. En hier zie je dan aan dat 50PLUS ertoe doet en beslissende stappen in de Eerste Kamer kan zetten. We mogen daar verder niet grote algemene oordelen aan hechten natuurlijk. Dat begrijp je wel, maar ik kan in ieder geval wel zeggen dat ik denk dat heel veel ouderen het van harte met je eens zullen zijn. Daar doen wij zijn. Het ook voor. Daar doe je het ook voor. Natuurlijk, stel je voor. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit
alleraardigste gesprek wat we hebben mogen hebben met jou. En we wensen je ook veel succes, zeker overmorgen. Dat in ieder geval in de eerste plaats. Ik dank iedereen, maar natuurlijk in de eerste plaats Martien van Rooyen, zeer hartelijk.